Dagen 66. In de aanloop hier naartoe wisten de mannen uitreizen al 3 keer te winnen. En vinden wij Excelsior terug op de 3e plaats.
die stoot gaan rusten. Kom maar, Chelsea, hè. Hier is een tweede helft. Hier is Gerrit Schagen. Succes is de tweede helft. Naar Michel. Excelsior. En dan gaan we gelijk te maken vanuit tussenstand van 1-1. Dat is zo, Gerrion. Netjes. Niks zet. Mooi doelpunt. Hier in Scharen. 1-2 komt de naam van nummer 10. Boven. De 1-3 gemaakt door de nummer 8, de heer Harbers. Rick Harbers is thuis. Goed zo!
terecht. Tegen een Excelsior. Klopt. Gewoon met 2-5. Gefeliciteerd. Dankjewel. Even een korte vraag. Ik vond ons in het begin een beetje zoekende. Ik vond het een goede ploeg. Dus de eerste helft was een beetje zoeken. De laatste 10 minuutjes kwamen er iets beter in. Kansen over en weer, denk ik. Zelf nog een goede kans. Zij had een goede kans. 0-0 de rust in. We kwamen een beetje ongelukkig 1-0 achter. Maakten we snel de 1-1. Volgens mij was het de tweede helft voor de neutrale toeschouwer genieten geblazen. Want het was over en weer kansen, denk ik. We zijn een paar keer heel goed weggekomen. Bakker was weer fantastisch loopt te keepen. En we hebben denk ik geknokt als team met elkaar. En ik denk dat iedereen een dikke voldoening heeft gehaald. Had je vooraf deze wedstrijd verwacht dat je met 3 punten weg zou redden? Of was je blij met de gelijkspel? Nou, de stand gezien, ze hadden een aantal goede resultaten behaald. Ik had 1 samenvatting gezien, dus ja, het was wel degelijk een hele goede ploeg. Ja, weet je, je reist, je gaat niet 2 uur en een kwartier reizen vanuit het mooie oosten. Dat je hier komt en je denkt, we gaan verliezen. Nee, dus je gaat altijd voor de winst. Maar we wisten wel dat het heel lastig wordt. Ja, en als je naar 2... Goed, Lucas, dan waren mijn vragen. Ja. Ik wens je heel veel terugreizen in je reizen. Dankjewel, Jan. Van Nederland naar Twente. Dat gaat vast goed komen. Dankjewel. Ja.